Mooi, dames en heren. We zijn weer terug. En Jenny die helpt mee met het doorgeven van de vragen. Dus Jenny? Ja, er zijn heel veel vragen binnengekomen. Hele mooie vragen. De eerste vraag dat is van... Als voor de geboorte zoveel moeite wordt gedaan... en toch sterft een ongeboren baby in de baarmoeder... wat is dan de betekenis, theosofisch gezien? Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen, ja. En het is heel goed eigenlijk daar meteen, als het ware, de theosofische visie aan te koppelen van wat gebeurt er dan in feite. Je zou kunnen zeggen, het is een mislukte fysieke geboorte. Er is inderdaad een reïncarnerende ego op de achtergrond, die probeerde geboren te worden en met de laatste stap, het laatste fysieke lichaampje op te bouwen. En... vanwege, wij zeggen toch een karmische reden, dus er is een reden in zijn of haar eigen verleden waardoor dit als het ware, deze tussenstap plaatsvond. Maar de eerste poging mislukt en omdat het hier gaat om eigenlijk nog een proces van geboren worden, heeft die rekenende ego gewoon de gelegenheid om heel snel daarna, en dan bedoel ik met heel snel, misschien enkele weken, maanden of zo daarna, of jaren. Dus dat is vanuit ons oogpunt heel snel. Om gewoon weer een tweede poging te doen. Met dit grote verschil, dat er een stukje disharmonie is uitgewerkt. En dat je zou kunnen zeggen, dus het pad is verder geopend voor een gezonde geboorte. Dus in feite wordt iemand vrij kort daarna alsnog een babytje. Ja. Dus dat zou mijn antwoord zijn. Mooi, dankjewel. Ja. En hoe kan het dat de stervende mensen een enorme angst hebben? Heeft dat te maken met de daden die ze hebben gedaan, dat leven? Oké. Volgende week ga ik daar uitgebreider over in. Waarbij we kijken beter leven door na te denken over de dood. En ook over de oorzaken waarom er toch wel heel veel angst voor de dood heerst. En mijn indruk, en de vragensteller zal ongetwijfeld heel goed in de samenleving ook het oor te luisteren leggen, heb je gewoon heel verschillende oorzaken waarom die angst er kan zijn. En een van de oorzaken noemt de vragensteller, en dat is met name uit kerkelijke kringen, waarbij ik ga het niet uitgebreid vertellen, maar u weet het allemaal, waarbij mensen of in een hemel of een hel kunnen terechtkomen. En het niet altijd zo helder is wanneer je in het ene valt of het andere. En ieder mens heeft wel een paar dingen in zijn leven gedaan dat hij dacht van, wow, dat had ik beter gekund. Dus u begrijpt, als iemand uit een heel streng situatie komt... weten we dat dat enorme angsten kan opleveren. Wat wij ongelooflijk jammer vinden, want de dood is juist de brenger van de grote vrede. Daar gaan we het straks over hebben. En er heerst een volkomen eerlijke maat over wat je overkomt over de dood. Dus er is helemaal geen kwestie van vredestraffen. Ja, en soms worden de mensen hebben angst voor de dood, omdat ze denken dat het helemaal een niets is. En dat zijn degenen die denken dat je alleen je lichaam bent. Maar vandaar ook deze lezing even zo begon. Zo van, daar zit toch wel een grote winst te behalen. Als ze nadenken van, is er geen alternatief? Want op datzelfde moment, dan komen er meer mogelijkheden aan bod. Dan is het geen leegte. Dan is het een overgang. Ja. Mooi, dankjewel. Een vraag over het panoramisch visioen. Kan dat panoramisch visioen ook tijdens het leven plaatsvinden? En wat is daar dan de betekenis van? Ja, vind ik ook weer een goede vraag. Het complete panoramische visioen, zo vertellen de leraren ons, kan niet tijdens het leven plaatsvinden. Want dan gaat u echt beslist dood. Want dat is namelijk echt definitief de stap uit het lichaam. Dus dat kan zeker niet gebeuren. En wat wel kan gebeuren is flarden ervan. Dus, en dat betekent die bijna doodervaringen, dat mensen heel erg nabij de dood waren. En misschien heel zwaar ziek, of ze vielen van een rots, of
wat we allemaal niet gehoord hebben op dat gebied. En dan kan er in een hele korte tijd, kunnen daar als het ware wat flarden van ontstaan. Maar we moeten er altijd bij zeggen, dat is niet compleet. En dat is soms ook een beetje, ja, je zou kunnen zeggen, ook niet helemaal helder. Dus de echte heldere blik is er niet. Niettemin is het bij een aantal mensen al vrij, die proeven al de spirituele karakteristiek ervan. En omdat ze dat zo ongelooflijk goed proeven, zullen ze die gebeurtenis nooit van hun leven vergeten. En we horen regelmatig verhalen van mensen die hun hele leven, nou, je zou kunnen zeggen, toch wel andere doelen gaan stellen na die gebeurtenis. Dus ja, er kunnen, nou ja, flarden, voorzichtige voorlopertjes plaatsvinden. Maar het echte gebeuren, nee, dat kan niet. Ja. Oké, okay, heel helder. Je hebt meteen de volgende vraag beantwoord over inderdaad de bijna doodervaring en de panoramisch visioen. Ja, klopt. En dan is er nog een vraag over panoramisch visioen. Van, heeft iemand die zelfdoding pleegt, heeft die ook een panoramisch visioen? Hoe zit dat? Ja, iedereen. En dat is in feite, ja, je zou kunnen zeggen, ziet u ook hoe belangrijk dat is. Hè? Want ieder mens heeft wat te leren van het afgelopen leven. Dus ja, ik zou gewoon zeggen, ja, dus ook die mens, die zal in alle helderheid terugkijken. Die zal zien wat er gebeurd is in al zijn gebeurtenissen van het leven. Dus niet alleen die laatste fase, maar ook alle voorgaande fases. En die zal, nou ja, ook zien wat ertoe leidde dat hij overging tot die zelfdoding. En hij zal ook, want dat zie je ook door de helderheid, je ziet ook iets van de gevolgen die het zal hebben in toekomstige levens. Want in de oorzaak zit al het gevolg besloten, als het ware. Dus ja, gelukkig wel. En iedereen trekt er les uit. Ja. Mooi, dankjewel. Ja. Dan nog een laatste over het panoramisch visioen. Dat is, ik heb wel eens begrepen dat we nu al kunnen oefenen dat panoramisch visioen bewuster waar te nemen. Klopt dat? En als dat zo is, kun je daar dan iets over vertellen? Ja, klopt. Ja. En dat, ik denk, goed begrepen. Want zo had ik het ook begrepen. En dat is ook wel goed uit te leggen. En ik weet dat Godfried de Broeker, een van de theosofische leraren, ooit eens de vraag kreeg van iemand van, goh, stel nou dat iemand gewoon de gewoonte heeft om aan het eind van elke dag terug te kijken op wat er gebeurd is. Heel eerlijk. Oké, wat is er gebeurd? Wat heb ik gedaan? Wat heb ik nagelaten? Had ik dingen beter kunnen doen? Waren de gedachten in mij die ik eigenlijk niet helemaal klop, die ik moet hervormen? Waar ik iets heel belangrijks ben vergeten? Heb ik toch iemand een beetje benadeeld? Kan ik dat morgen, overmorgen misschien rechtzetten? Nou, wie dat eigenlijk puur, nou ja, als het ware altijd gewend is, daarvan zegt Godfried de Broeker, inderdaad, dan train je jezelf voor het panoramisch visioen. Want dan zul je uit dat panoramische visioen A, nog meer halen. Het wordt helderder. Je haalt er, als het ware, nog meer waarde uit. En het tweede, dat is ook niet helemaal onbelangrijk, het gaat ook nog eens sneller. Dus allebei tegelijk. Dus ja, zeker. Dus het is ook een beetje iets wat, ja, misschien doet de vraagsteller het al, maar het is een aanrader. Ja. Helder te kijken. Ja, helder te kijken. Elke avond even terugkijken. Elke ochtend even weer oppakken wat u de vorige avond bedacht. Mooi. Dan nog een vervolgvraag, zeg maar, over de zelfdoding. Van wat kan het gevolg zijn in een nieuwe incarnatie als iemand zelf uit het leven is gestapt? Ja, dat is niet zo'n hele makkelijke vraag. En sommige vragen die heel terecht zijn, blijft het niet zo makkelijk. En de oorzaak is namelijk dit, is de gevolgen van wat we doen in het leven. Die hangen ongelooflijk af van met welk motief we het doen. En als het ware vanuit welke karakteristiek en doel we het doen. En dat is bij elk mens totaal anders.
En dus als we het hebben over zelfdoding, dan hebben we het over heel verschillende dingen. Ja, ik noem even een extreem geval hoor, maar we weten dat in de Tweede Wereldoorlog sommige mensen zichzelf doden om ervoor te zorgen dat ze anderen niet verraden. Dus puur uit een zeer onzelfzuchtig motief. En ja, daarnaast zijn er vormen van zelfdoding waarbij je kan zeggen van iemand is in de allerlaatste kankerfase en hij houdt het niet meer. En dan zo kan u nog veel meer varianten. Nou, mijn moeilijkheid is dat ze allemaal verschillende gevolgen hebben. Ik moet wel vertellen, is dat in zijn algemeenheid, volgens de theosofie, het aan te raden is om dat niet te doen. Ik zeg daarmee niet dat slecht of fout is, dat hoort helemaal niet zeggen, maar qua gevolgen. Want degene die denkt op die manier meteen in een rustfase te komen, die vergist zich. Want zelfdoding is niet het beginnen van het stervensproces. Het klinkt heel wonderlijk hoor. Je doet maar één ding, is je breekt je eigen fysieke lichaam af, maar heel je eigen innerlijke constitutie is nog helemaal niet toe aan uiteenvallen. En alle cohesie daartussen is er nog. En dus je kan nog niet beginnen met die fase van Kamaloka en Devachan waar wij het nu over gaan hebben. Dus je staat in een wachtstand. En de hoofdvraag zou eigenlijk moeten zijn, wat ervaren mensen in die wachtstand? En ja, dan moeten we eerlijk zeggen, dat is soms als mensen vanuit hele zware emoties tot zelfdoding komen, dan is die wachtstand, zeg maar rustig, zeer onrustig. Dus ja, ik moet voorzichtig zijn omdat mensen zo verschillen. Maar we moeten ook heel, heel principieel zijn en zeggen, het wordt, als het even kan, bedenk dat de natuurlijke moment van de dood veel gunstiger is voor de menselijke ziel dan dat je eerder wel je lichaam doodt, maar vervolgens helemaal niet door kan. Dus je zou kunnen zeggen tussen hemel en aarde blijft zweven. Ja? Dankjewel. Ja. Dan een vraag die mooi aansluit hier ook bij. Dat is geesten die hier nog op aarde rondzwerven. Zijn dat mensen die zich nog in Kamaloka bevinden? Ja, ik kan me dat heel goed voorstellen. Want in sommige kringen wordt er veel over gepraat. Gelukkig tegenwoordig wat minder. Tegenwoordig hebben wij, ja. Maar antwoord is eigenlijk heel simpelweg nee. Ja. Wat mensen algemeen schimmen noemt. Want de oude Grieken noemden het schimmen. Dat zijn geen actieve menselijke bewustzijnen. Dat zijn hulsels. Dat zijn die astrale overblijfselen, hulsels van die mensen toen zij stierven en de Kamaloka gingen hebben afgeworpen. Die niettemin qua uiterlijk toch een soort indruk geven van de vorige mens. En die hulsels hebben, klinkt een beetje wonderlijk hoor, een zekere energie nog, ook al zijn we ze helemaal losgelaten. En die hebben ook in zekere zin bepaalde uiterlijke gewoontepatronen van die persoon. Als een instinct zit dat erin. Dus heel wonderlijk genoeg, die wat in feite hele, je zou kunnen zeggen, elementaire dingen zijn. Dus ze hebben helemaal niks menselijks. Maar ja, als je je daarmee bezighoudt, dan lijkt het alsof mensen iets kunnen zeggen over die oude gewoontepatronen. Maar wij zeggen ook meteen, want hier ook, wij moeten soms heel hard waarschuwen. Veel beter is om je daar niet mee te bemoeien. Want eigenlijk zit u, en misschien mag ik iets heel vervelend zeggen, in een vuilnishoop te graaien. Het is het afvalbakje van het menselijk, de mensheid. En als u met die schimmen omgaat, is het net alsof je gewoon gaat graven in een hele vieze vuilnisbelt. Ik geef toe, dit is misschien geen tactische uitdrukking of zo, maar ik hoop gewoon dat ik doorgeef dat de karakteristiek nooit spiritueel is. Hoogstens instinctueel, een herhaling. Maar in feite hebben we het over astrale lijken die aan het ontbinden zijn. Dus ja, zo zou ik het willen beantwoorden. Ja? Dankjewel. En is het hebben van een nachtmerrie in Kamaloka, is dat hetzelfde als een nachtmerrie tijdens de droomslaap?
Dat is heel goed te vergelijken. Ja, ook daar heel luchtig. Ik heb ook wel eens nachtmerries gehad. Dus ik zeg meteen, ik weet precies waar ik over praat. maar zelfdesviezen zijn nooit voor niks. En dat is heel goed te vergelijken. Ergens, als we een nachtmerrie hebben, is er iets in ons, in onze denken, wat langdurig een beetje, je zou kunnen zeggen, een oplopend probleem. Een probleem wat opliep, waar wij geen raad mee wisten. Ja, en dat barst op een gegeven moment uit in zo'n nachtmerrie. En dus gelukkig de meeste mensen heel zelden. Ja? Dank je. Ja. Nog één vraag. Dat is van ooit hoorde ik iemand zeggen dat hij zodra hij in karmalogische toestand zich bevindt, dat hij dan ook graag hulp biedt aan de andere wezens daar. Is dat mogelijk? Nee, dat is niet mogelijk. Omdat, zoals ik al zei, je helemaal totaal bewusteloos wordt ten opzichte van alles objectieve dingen om je heen. Je bent in jezelf gekeerd. En we zeggen ook meteen bij, dat is misschien maar goed ook. En eigenlijk ben je toe aan die doodfases, aan die rustfases. Helpen doen we hier op aarde. Dit is een heel kort antwoord. Maar helpen, doe het op aarde. Doe het voor je dood. Ja, dan is uw echte kans. En na de dood, dan is het, dat is niet mogelijk. Ja. En dan heb ik het niet over de uitzonderingen. Want, maar dit is de gewone gemiddelde mens. Ja. Dat was het. En er is nog eentje bijgekomen. Ja, prima. Is het niet zo dat bij zelfdoding in een volgend leven weer geconfronteerd wordt met dezelfde problemen die je in dit leven tot zelfdoding hebben geleid? Dat is een hele intuïtieve vraag. En als het inderdaad de zelfdoding is, omdat iemand, ja, laten we eerlijk zeggen, in dat geval, als, want iedereen mens is anders, als dat zo is dat iemand probeerde te vluchten voor zijn probleem, ja, dan is het antwoord klopt inderdaad. Dat is een heel intuïtieve vraag. Op dat moment, ja. Word je er weer, en dan betekent het dus toch dat je tijdens je geïncarneerde leven moet proberen op te lossen. En dan kun je ook zeker steun krijgen van je medemensen. Maar natuurlijk moeten de echte innerlijke stappen altijd zelf gedaan worden. En die kansen krijg je ook. Dus je kan het ook zo verwoorden, je krijgt de kans om dat te doen. Je hebt een panoramisch visioen gehad, je hebt er lessen uitgetrokken en je kunt in je volgende leven echt een stap anders maken. Dus die kans is er, ja. Mooi, dankjewel Henk. Ja. Zullen we naar de volgende? En dan gaan we naar deel 2. Ons Devachan en onze wederbelichaming. En om te beginnen, die overgang van de Kamaloka toestand naar de Devachanische toestand. Zoals gezegd, we sterven als het ware in Kamaloka. En met sterven bedoelen we het loslaten van dat hulsel. En dan zijn we die ballon die zijn ballast los heeft. En dan kunnen we in die meer geestelijke toestand van Devachan. En op dat moment, precies bij die overgang, maken we ook zelfs weer een panoramisch visioen mee. Opnieuw een heldere terugblik en vooruitblik. Maar wordt ons gezegd, dit visioen is iets minder compleet dan de eerste, maar hij blijft waardevol. Opnieuw bevestigen we de lessen of we trekken er nog diepere lessen uit. Wat nemen we mee in die Devachanische toestand? Dat is namelijk onze onsterfelijke toestand van bewustzijn. Dat zijn niet al onze gedachten. Nee, alleen die gedachten van ons, heel logisch, uit het vorige leven, die een onsterfelijk karakter hadden, die erbij hoorden. En dan kan u denken aan onze zelfopofferende idealen, onze meer edele, meer universele, dat wil zeggen dat je gericht zijn op alles wat leeft, verlangens. Allemaal verlangens die we in ons vorige leven niet ten volle konden realiseren. Die niet ten volle vervuld konden worden. En, laten we eerlijk zijn, meestal lukt het ons maar zeer ten dele om onze hoogstaande verlangens te realiseren. En de geestelijke energieën die we daarin hebben gestopt, die moeten ook
in dit geval uitwerken. We noemen deze fase van geestelijke dromen Devachan. En Devachan, dat is een Sanskriet-Tibetaans woord. Deva is Sanskriet, Chan is Tibetaans en dat betekent gebied van deva's. En deva's zijn spirituele wezens. Dus het geeft goed aan wat de karakteristiek is. Wat houdt dat devachanische bewustzijn in? Ook hier zijn we niet wakker, zoals gezegd. We herhalen opnieuw in onszelf bepaalde droombeelden. Maar we zien en beleven visioenen van zuiver gelukzalige aard. Prachtige, zeer levendige, steeds variërende droombeelden waarin we onze aspiraties vervuld zien. We zien ze voor onze ogen, als je zo mag spreken, gerealiseerd. In al hun aspecten en kleurschakeringen, zonder dat ook maar een minieme portie aardspijn, verdriet en zorgen kan doordringen. Dus die barrière is 100%. Daar bevinden we ons helemaal boven. We zullen ons in Devachan geen moment lijden en ook geen moment vervelen. Ja, we noemen het dromen, bij wijze van spreken, ongelukkige woorden. Het zijn zelfprojecties, maar interessant genoeg, terwijl u ziet hoe uw idealen vervuld worden, zult u ze ervaren juist als buitengewoon werkelijk. In feite, wonderlijk idee hoor, helderder, werkelijker dan het allerhelderste moment tijdens uw vorige incarnatie. Dus voor u is het zeer werkelijk. Waar hangt de aard van Devachan vanaf? Die aard die hangt volledig af van het type idealen dat we koesterden. Waren we een muzikus die de muziek op zich lief had? Dan worden we nu omringd met hemelse muziek, mooier dan we ons ooit konden voorstellen op aarde. Waren we een oprecht geïnteresseerde, open-minded wetenschapper, dan doen we nu de ene schitterende ontdekking naar de andere. En de ene belangrijke proef naar de andere. Waren we een toegewijde ouder, die het welzijn van zijn of haar kinderen bovenal wilde bevorderen, dan zien we onze kinderen ongestoord, heel gelukkig, harmonisch opgroeien en zich ontwikkelen. Kortom, er zijn precies even zoveel soorten Devachan als er menselijke individuen zijn, want ieders karakter is anders. Wij allen produceren onze eigen Devachan, het is werkelijk voor iedereen anders. En hoe lang verkeren we in de Devachan? Zijn duur hangt af van de kracht en de mate waarin we idealen, edele idealen, dat wil zeggen boven onze eigen ik-verlangens koesterden. En dat betekent dat heel zelfzuchtig geneigde mensen, die een heel zelfzuchtig gewoontepatroon hadden, soms helemaal geen Devachan hebben, omdat ze gewoon helemaal die oorzaken ervoor niet hebben gelegd. Die zullen snel wedergeboren worden. In volgende levens krijgen ze wel weer nieuwe kansen, die ze dan wel zelf moeten pakken. Mensen die weinig idealen hadden, hebben natuurlijk een relatief kort Devachan. Wie veel idealen had, die zal in het algemeen een relatief lang Devachan hebben. Nou, vraagt u misschien wat bedoelen jullie met kort en lang? Nou ja, als wij praten over tijd, dan moeten we het natuurlijk hebben over aardse tijd. Anders snappen we elkaar niet. Maar opnieuw, ons tijdsbesef in Devachan, als u in die toestand verkeert, is volkomen anders dan op aarde. En u moet zich voorstellen dat bij wijze van spreken een eeuw in een flits gaat, of een seconde in een eeuw, het is niet te verwoorden. Ja. Denk bijvoorbeeld aan de slaap. Vaak lijkt het alsof onze slaap, zeker als die heel diepgaand is, in een flits voorbij gaat. Maar u heeft heel veel ervaren, er is heel veel gebeurd. En toch, je valt in slaap en je wordt wakker. Maar goed, dus dat is een moeilijkheid. In aardse periode gemeten kunnen we er wel degelijk wat van zeggen. En Devachan duurt bij de gemiddelde mens van enkele honderden tot enkele duizenden jaren lang. De gemiddelde mens, die dus niet heel slecht was of heel goed was, die verkeert zo 2 tot 8000 jaar in die toestand. En dat hangt niet alleen van zijn karakter af, maar het hangt ook af, heel nuchter, van de lengte
van zijn vorige incarnatie. Immers, als iemand maar 30 jaar is geworden, heeft hij natuurlijk veel minder tijd gehad om energie in zijn hogere verlangens te stoppen. De spirituele leraren, de meesters, die gaven ons een hele algemene indicatie. Dus je moet het zien als een puur algemene richtlijn. En dat is dat iemands Stevensiaanse periode zo ongeveer 100 maal duurt het aantal jaren dat we zelfbewust hebben geleefd. Dus stel, we worden 50 jaar, dan sterven we. Dan hebben we volgens die gemiddelde iets van 30 of 40 jaar heel welbewust geleefd en gekozen, onze vrije wil gebruikt. En dat betekent dat onze Devachan 100 keer langer duurt, zo ongeveer 3000 tot 4000 jaar. En zo kunt u zelf het sommetje maken bij de andere leeftijden. Maar tegelijkertijd, de individuele verschillen zijn ook hier heel groot. Dus als u dan op zo'n som uitkomt, dan moet u zich voorstellen dat het nog steeds toch heel veel korter of heel veel langer kan. En dat klinkt misschien wonderlijk, maar je zou kunnen zeggen, de dromerige types, en dan bedoel ik de hele welwillende, je zou kunnen zeggen, bijna half spirituele dromerige types, die creëren een veel langer devachan dan mensen die precies even spiritueel zijn, minstens even onbaatzuchtig, maar die eigenlijk altijd gewend zijn om meteen aan de slag te gaan met hun idealen, met hun zelfhervorming, met hun werkende samenleving, die als het ware hun idealen steeds trachten in te vullen en te realiseren. Die het niet zien als een ideaal, maar als een, ja, dat ga ik doen. Zij hebben, bijzonder genoeg, juist een korter devachan. En meestal is dat ook een grote wens, want die mensen die hebben zoveel betrokkenheid bij wat er met de medemens gebeurt, dat ze graag weer vlot terug gaan keren naar de aarde. Dames en heren, hebben we devachan nodig? Zeker, dat hebben we nodig. En dat geldt eigenlijk voor vrijwel elk mens. In onze huidige fase van de innerlijke groei hebben we het zeker nodig. Alleen heel vergevorderde mensen, heel vergevorderden op het pad van mededogen, die kunnen zonder devachan. Waarom? Zij staan qua type denken en bewustzijn er zelfs boven. Omdat zij namelijk vanuit een zo'n universeel besef van de eenheid werken, werken aan het welzijn van de hele mensheid, zo sterk de banden voelen die hen verbinden met heel de mensheid, dat ze eigenlijk geen enkel verlangen of behoefte meer hebben aan rust voor zichzelf. En ze leren om in zekere zin, je zou kunnen zeggen, die functie, die rustfunctie van devachan, eigenlijk al voortdurend in harmonie voor elkaar te krijgen, waardoor dat gewoon na hun dood niet meer hoeft. Ze hebben geleerd door de aanwijzingen van de spirituele leraren om hun devachan daardoor steeds meer in te korten. Steeds sneller terug te keren naar de aarde, waar hun bijdrage meer dan welkom is. Maar zoals gezegd, voor mij, voor vrijwel alle mensen is devachan nodig. Wat doen we namelijk? Wij noemen het tot nu toe heel vaag een geestelijke rustfase, maar we kunnen nu preciezer zijn. Gedurende dat devachan zullen we alle spirituele gedachten en lessen die we in onze vorige leven hebben getrokken, die we meegenomen hebben, weten nog, devachan in, want die gedachten die waren van dezelfde aard, die weven we in ons karakter. Die wortelen in ons karakter. Die integreren we in ons geweten, in onze innerlijke voorraad wijsheid, in onze spirituele wil. Zodat we innerlijk verrijkt herboren zullen worden. En, zoals gezegd, de devachanische dromen zijn geestelijk en psychisch verkwikkend. Ons denkvermogen heeft het gewoon nodig. Het geeft ons de kans om als het ware geestelijk en psychisch fris aan ons volgende leven te beginnen. En devachan is ons eigenlijk heel vertrouwd. Je hoeft alleen maar naar uw eigen idealen te kijken. En als u de slaap bestudeert, we zijn tijdens onze slaap ook niet zelden in die toestand.
De diepe slaap noemen we dat. Een diepe, zeer weldadige slaap waaruit we geestelijk verkwikt ontwaken. En waarschijnlijk herkent u dat wel, dat er soms dagen zijn, nachten en dagen, dat u als het ware wakker wordt met zo'n visie, helderheid, begripsvermogen en innerlijke balans, dat u denkt van, goh, het lijkt wel alsof ik iets van die harmonie en die visie vanuit de innerlijke gebieden heb meegenomen hier helemaal naar het stoffelijke gebied. En dat is ook precies wat er gebeurd is. Dat heeft u inderdaad voor elkaar gekregen. En als u dat rustpunt weet vast te houden, dan, misschien heeft u het ook wel eens ervaren, dan kunnen de moeilijkheden en de uitdagingen van die ene dag nog zo groot zijn. U blijft helder, u blijft innerlijk rustig, u ziet wat u kunt doen, u ziet wat er nodig is voor uw medemensen, en daarmee kunt u echt wijs kiezen. Kortom, we zeggen wel eens, kortweg, mijn dag kan niet kapot. En dat is inderdaad een heel mooie betekenis van dit. Nu hebben we tot nu toe Devachan besproken, vanuit het oogpunt van de menselijke ziel. Maar er is iets anders belangrijks aan deze periode. Onze hogere natuur, en dan kun je denken eigenlijk aan onze geestelijke kern, die is immer zelfbewust actief op de geestelijke gebieden. Die is immer wakker op die gebieden. En die maakt gedurende onze Devachanische droomtijd een innerlijke reis door de vele sferen van ons zonnestelsel. Voor onze hogere natuur is die periode van de dood een hele actieve leerschool, waarbij ze als het ware heel veel klaslokalen doorlopen en dus veel meer dan een geleidelijk laten uitwerken van hogere verlangens. Onze geestelijke natuur maakt werkelijk een innerlijke reis vanuit de sfeer van de planeet Aarde, door de sferen van de planeten en uiteindelijk uitmondend als hoogste, als toppunt in onze zonnehiërarchie, onze zon. En dan weer retour volgens dezelfde stappen, maar dan andersom, tot hij weer bij de planeet Aarde is. Wij zijn als het ware in de boezem van die hogere natuur. Wij maken daar natuurlijk heel weinig van mee, behalve in die zin dat wij zelf ook tijdens ons Devachan heel langzamerhand onze allerspirituelste dromen krijgen en daarna heel geleidelijk aan weer minder spirituele. Dus ook bij ons gaat het helemaal naar de top en rustig aan weer naar het stoffelijke. En uiteindelijk, als het moment daar is dat de hele reis is volbracht, dan zijn we aangeland bij de aarde en dan worden wij herboren in een babylichaampje. Kortom, denk er eens over na, laat uw hogere verbeelding eens de ruimte. Onze reïncarnatie op de planeet Aarde is zo gezien in feite maar één haltepunt, één leerschool van een hele complete cyclus van kosmische haltepunten of leerscholen. Onze incarnaties op Aarde zijn, zoals de theosoof de Perucker al schreef, te vergelijken met het verblijf van enkele dagen in een herberg. Op een lange, lange reis. Een herberg waar we wel steeds naar terugkeren. Die herberg is voor ons mensen in onze fase precies wel het moment waarop wij alles leren. Het is wel onze leerschool, maar we zijn toch al kosmische pelgrims. We zijn nu al brandpunten van bewustzijn die langzamerhand bezig zijn ons te ontwikkelen in ons bewustzijn, tot steeds ruimer bewustzijn, tot steeds ruimer. En in de kern zijn we al goden, alleen we proberen het steeds meer naar buiten te brengen. En dat betekent dat naarmate ons bewustzijn uitbreidt, zullen wij stap voor stap vertrouwd raken, ook met die sferen van het zonnestelsel. We zullen de innerlijke sferen van de planeet Aarde op een gegeven moment leren kennen. En al zijn bewoners, de innerlijke sferen van de planeten en zelfs die van de zon. Naarmate ons denken onsterfelijker wordt, bereiken we dat. We worden steeds wakkerder erin. En daarover straks meer in deel 3. Wat gebeurt er bij het hoogste punt van de innerlijke reis? Ik zei al, ook wij hebben toch diezelfde piek rondom de zonnesfeer.
Vanaf dat moment worden onze droombeelden heel langzamerhand wat stoffelijker gericht. Heel langzamerhand, door de eeuwen heen. Steeds ietsje uiterlijker. Steeds meer in vormen gekleed, in plaats van in principes gekleed. En dat is in feite het begin van ons geboorteproces. En in feite zijn we dan al bezig om heel langzamerhand ook wat uiterlijke lichamen te vormen. Langzamerhand in het geboorteproces pakken we alle hulsels die we tijdens onze opgaande reis hebben losgelaten, pakken we weer op. We verzamelen opnieuw de wezens, de celwezens, atoomwezens, alle levende onderdelen van die hulsels, om ervoor te zorgen dat wij weer een compleet mens worden. Kortom, langzamerhand voelen wij ook de krachtige aantrekking tot die vertrouwde aardse taferelen. Want dat is de leefwereld, de uiterlijke sfeer die voor ons mensen nu betekenis heeft. Daar hebben we de banden opgebouwd met talloze medemensen en ook nog met andere wezens, want we hebben alles te maken met de dierlijke, plantaardige, mineralen en zelfs goddelijke wezens van de aarde. Daarin ligt onze leerschool nu. Die sterke aantrekkingskracht, die was misschien enige tijd passief op de achtergrond, maar nu ontwaakt die heel langzamerhand in onze tweede helft van Devadasyam en die zorgt ervoor dat wij terugkeren naar de aarde. We worden herboren, dames en heren, omdat u het wil, door eigen innerlijke impuls. Het is weer tijd voor een nieuwe ronde van leren. En voordat wij overgaan naar de uiterlijke geboorte, dan zullen wij nog een derde panoramische visioen meemaken. Tijdens dit visioen, vrij kort voor onze wedergeboorte, kijken we niet alleen terug op ons vorige leven, maar we krijgen ook een profetische vooruitblik op de soort gebeurtenissen die wij tegen zullen komen in ons komende leven. Immers, oorzaak en gevolg bepaalt alles in de kosmos. En dat wil zeggen dat een aantal rijpe oorzaken die we ooit gelegd hebben, nu in ons komende leven aan het rijpen zijn, het zijn zaden die aan het ontkiemen zijn, en we weten dus, die zullen hun bijbehorende gevolgen gaan opleveren. Denk daarbij niet alleen aan vervelende dingen. We hebben het over alle soorten gevolgen die misschien op u stimulerend, spiritueel stimulerend, tot en met neutraal, tot en met moeilijk kunnen zijn. Maar alle soorten. Maar we zien in alle gevallen de harmonische rechtvaardigheid van de leerstof die we voor onze neus zullen krijgen. En vervolgens is het natuurlijk onze kans om met die leerstof te doen wat wij willen. Want hoe wij reageren in ons komende leven, welke keuzes we maken, dat zien we niet van tevoren. Want dat is altijd 100% een kwestie van uw eigen vrije wil. Welke keuzes gaat u ermee maken? Dat is nooit iets wat vast ligt. Dat bepalen wij zelf, dat hebben wij in voorgaande levens bepaald. En dat bepalen we nu ook in toekomstige levens. En daar ligt natuurlijk ook onze verantwoordelijkheid die wij als mens hebben. U merkt, de cyclus is bijna rond. En wat houdt die laatste fase voor onze fysieke wedergeboorte in? In die fase verzamelen we, eigenlijk je zou kunnen zeggen, de atomen, de celwezens van ons nieuwe fysieke lichaam. En om ons lichaam te kunnen opbouwen, hebben we de samenwerking nodig met een man en vrouw. Een samenwerking eigenlijk van 3 menselijke ego's. 2 die al belichaamd zijn en die de kans geven aan 1 rekenende ego, die nu nog in een iets innerlijke sfeer actief is, om geboren te worden. En als wij als rekenende ego zover zijn, maakt ons bewustzijn, je zou kunnen zeggen de invloed, de straal van ons bewustzijn, maakt contact met 1 heel bepaalde zaadcel en 1 heel bepaalde eicel. Namelijk 2 geslachtscellen, en dat zijn ook wezens hoor, die eigenlijk op hun niveau als cel toch precies dezelfde karakter hebben, dezelfde kleur als het ware, dezelfde trillingsfrequentie als ons karakter, als mens. En daarom zijn ze geschikt voor ons. Ze weerspiegelen ons innerlijk.
En als de bevruchting ook inderdaad plaatsvindt, is het vervolgens ons eigen bewustzijn op de achtergrond dat dat hele groeiproces stimuleert en leidt. Kortom, embryologische groei wordt veroorzaakt door de incarnerende ego erachter. Want dat doet onze moeder niet. Die verschaft wel de belangrijke beschermende sfeer, de werkruimte, maar wij zelf geven alles vorm. En als we dan als baby ter wereld zijn gekomen, dan is ons geboorteproces nog niet voltooid, want we hebben echt 21 jaar nodig om helemaal volledig herboren te zijn. Waarom? Want pas als we helemaal volwassen zijn geworden, hebben we weer alle vermogens tot onze beschikking die we tijdens ons vorige leven hadden gebruikt. Die we aan het eind van ons vorige leven al hadden. Pas dan is ons lichaam helemaal vergroeid. Pas dan zijn we weer geworden wat we aan het eind van ons vorige leven waren. En dan, pas dan kunnen we echt starten met al die dingen te ontplooien die we tot nu toe nog helemaal niet ontplooid hadden. Dus echt, we kunnen zelfbewust ons levenspad uitstippelen en in een bepaalde richting grenzen verleggen. Innerlijke groeistappen doen. Echte stappen vooruit. We worden dus bij elke incarnatie nooit een ander mens dan we waren. Eigenlijk is er volkomen continuïteit. We hebben de cirkel doorgemaakt. En zo is het ook bij de slaap. Als we wakker worden na de slaap, zijn we echt dezelfde mens, maar natuurlijk wel verfrist. We pakken de draad weer op waar we hem hadden laten liggen. En zo is het ook bij een wedergeboorte. Ter afsluiting laat ik u nog even dit hele beeld zien. Dan kan u eigenlijk als het ware nog even terugkijkend denken aan wat we verteld hebben. En u ziet de drie panoramische visioenen hebben we met drie knalgele sterren aangegeven. Ja? Twee gedurende het stervensproces, dan komt de tevetevatianische toestand. En dan als we op een gegeven moment bij het geboorteproces alles weer oppakken, dan is er nog één panoramisch visioen vlak voor de geboorte. En dat rode sterretje is het moment van 21 jaar. Dan zijn we echt volledig geboren. En dan kunnen we weer nieuwe stappen zetten op het pad van evolutie, wat uiteindelijk het hele doel is van de cyclus van reïncarnatie. Ja, ziet u het totaalbeeld? En dan nu weer uw vragen. Het kan best zijn dat het heel wat vragen oproept. 3 minuten de tijd om ze in het chat te zetten of te mailen. En daarna gaan we er graag weer op in. Dus graag tot dan. Oké. Okay. Welkom allen weer. En ja, Jenny, zijn er vragen binnengekomen? Ja, hele diverse vragen zijn weer binnengekomen. Oké. Okay. De eerste vraag, dat is wat veel mensen wel eens denken, is dat ze hun dierbare overledenen van bovenaf, dat die met hun meekijken. En heb ik het nu goed begrepen dat overledenen dat niet kunnen? Ja, dat is ik kan me dat goed voorstellen. Ja. Het klopt inderdaad, dat kunnen overledenen niet. Dat komt omdat ze echt totaal geen besef meer hebben van wat er op de uiterlijke wereld na hun dood gebeurt. En ze verkeren in die rustfase, voor hen heel belangrijk. En als u rustig over nadenkt, dan ziet u ook, je zou kunnen zeggen, het mededogende en de beschermende situatie van dat. Want stel dat zij wel iets zouden kunnen oppakken van wat er op aarde gebeurt. En ze zien in feite alle problemen, ellende en lijden. Wel, ze zien het wel, maar ze kunnen niet ingrijpen, want ze missen het lichaam om zelf te handelen. Ik kan me bijna geen grotere hel voorstellen dan iemand die in die situatie zou zijn. Maar zo is het helemaal niet. Ja? Dus dat is echt geen sprake van, dat ze iets daarvan opvangen. Een heel ander iets, en daar heeft deze vraag wel veel mee te maken. Als er sprake is van een band die niet egoïstisch is, en dus een onderlinge band, maar echt een band die waarbij mensen
puur gaat om het welzijn van de ander en niet er iets voor wil terugkrijgen. Ja? Dus u begrijpt, er zijn heel veel soorten banden tussen mensen, maar ik heb het nu echt over zo'n onbaatzuchtige band. Als die er was tussen mensen, dan komt het heel regelmatig voor dat degene die nog leeft, dat hij iets voelt van, let u op, de uitstraling van die geliefde in de toestand van Devertjan. Dus die mens die verkeert in die geestelijke toestand. Die straalt nog steeds die onsterfelijke liefde uit. En omdat die ander op aarde met zijn bewustzijn op diezelfde trainingsfrequentie zit, spelen, ja, afstanden spelen überhaupt geen rol. En dan kan je inderdaad zeker die, nou ja, die stimulans, geestelijke stimulans, bescherming ook soms, voelen van degene die heen is gegaan. Dus dat is waar. Maar bedenk dan dat diegene daar helemaal niet bewust mee bezig is. Die straalt uit en u vangt op. Dus dat is wel waar. Ja, ik weet niet of het helder is. Ja, anders hoor ik het. Heel helder volgens mij. Ja, dankjewel. Kun je zelf ook de tijd van je Devachan bepalen? Ja, dat is ook wel een hele goede vraag. Ja. Ja, in feite bepaalt u het door, laat ik zo zeggen, ervoor te zorgen dat u natuurlijk niet behoort tot de mensen die helemaal geen idealen hebben, maar die kijken niet. Zo simpel is dat. Dus we streven allemaal zelfhervorming na. We vinden dat we een beter mens kunnen worden. En laten we eerlijk zijn, ik denk dat we allemaal, als we terugkijken op ons leven, altijd denken, nou, er zijn nog wat stappen te maken. En dat is helemaal geen slecht teken. Betekent dat wij in feite juist gegroeid zijn. En daarom omdat we gegroeid zijn, weten we dat we nog veel verder kunnen groeien. Dus wat dat betreft is het die ervaring van, ja, maar ik kan wel, ja, dat kan. Maar daarvoor komen die kansen. Dus u zult door al dat soort idealen zult u een heel rijk Devachan hebben. En dus ja, we bepalen het. En ik had al eigenlijk iets gezegd over dat er de mogelijkheid was zelfs om uit idealisme weer te proberen om sneller naar de aarde terug te keren. Want het duurt wel lang. En dus die mogelijkheid is er ook. Ja. Dankjewel. Ja. En u had het heel eventjes, noemde u de spirituele wil. Ja. Wat is dat? Ja, dat is eigenlijk dat deel van onze wil die uit ons meest geestelijke bewustzijn voortkomt. En dan moet u eigenlijk hier aan denken, is dat is eigenlijk een soort invloed die wij hebben innerlijk op onszelf en op al onze medemensen en eigenlijk op alle wezens. Een innerlijke invloed die stilletjes geestelijk werkt. Ik noem het stilletjes omdat we daar meestal niet zo mee bezig zijn en niet zo ervaren en niet zo helder zien en werken, maar niettemin, hij werkt voortdurend. En die er, ik noem maar één voorbeeld hoor, die er bijvoorbeeld voor zorgt, dit is maar puur één voorbeeldje, noem maar wat, iemand die echt onbaatzuchtig is en een organisatie leidt. Iets van zijn onbaatzuchtigheid zal de hele organisatie doordringen. En dat zal er bijvoorbeeld voor zorgen dat mensen spontaan, volgens hun eigen idee spontaan, absoluut niet beginnen met roddelen. Natuurlijk niet. Sterker nog, ze komen niet eens op het idee. He, ze zien alle medewerkers als mensen van die ervoor gaan. En alle vergissingen worden rechtgezet en alle fouten worden gecorrigeerd. Allemaal in diezelfde sfeer. Dus dat is maar één voorbeeld, bijvoorbeeld hoe geestelijke wil werkt. Maar ik kan er nog met heel veel voorbeelden vermeerderen. Ja. Dankjewel. Ja. Ook iemand die zegt van, ik had begrepen dat na Devachan Nirvana komt. En komt er dan daarna nog een andere sfeer? Oh, kijk. Ja, precies.
Het klopt dat voor laten we zeggen, ons gemiddelde mensen Davidson het toppunt is. Maar wij zijn op het pad van menselijke groei, hebben we nog heel wat stappen te gaan. En er zit nog heel wat, laten we zeggen, aan mogelijkheden in ons. En inderdaad is het zo dat wij geleidelijk aan zo universeel gaan denken, zo volkomen universeel, dat je zou kunnen zeggen dat we contacten krijgen met kosmische wezens. En dat is in zekere zin steeds meer richting de nirwanische toestand. En dat is inderdaad wat volgt op Devachan. En wat een soort super geestfase is. Ja. Deze mevrouw vroeg dan, komt er na Nirvana nog weer een toestand? Ja, dat is heel intuïtief. Zeer zeker. Want tegen de tijd dat we daar zijn, hebben we weer een volgende horizon voor ons. Dan hebben wij het misschien niet over Nirvana, maar dan zeggen we, ja, nee, wat is echt een Nirvana? Dat is daar, hoor. Als je snapt wat ik bedoel. Ja? Eeuwigdurende groei. De eeuwigdurende groei. Ja, dat is heel waar. En zijn er ook lucide, Devachan, dat je ervan bewust bent? Ja, dat is ook weer een hele intuïtieve vraag. Er zijn lucide dromen, want daar komt die term van. En even voor misschien iemand die het nog niet eerder die term kent. Met lucide dromen bedoelen we de situatie dat je eigenlijk al een klein beetje ingrijpt in je eigen dromen. En dat is heel boeiend. Dat is meestal toch wel kort voordat je wakker wordt, maar niettemin terwijl je nog droomt. En dan kan het bijvoorbeeld zijn dat je in een droom zit waarbij je eigenlijk zegt van, nou, ik wil hier vanaf. Dit is niet waar ik me mee vereenzelf. Ik wil me met andere dingen vereenzelven. Je schudt hem als het ware van je af. En zo kun je in feite toch al een klein beetje wakker. Het is het begin van een soort van waakbewustzijn in die meer innerlijke toestand. Dus lucide dromen is een beginnetje van inderdaad dat je met je bewustzijn al iets actief kan zijn op een bovenstoffelijk gebied en kan ingrijpen. En zeggen, nee, dit wil ik niet. Want zo gaat het vaak bij lucide dromen. En misschien heeft u die ervaring wel eens. Er zijn er meer mensen die dat hebben dan als je een beetje gaat rondvragen. Vaak herkennen mensen dat toch wel. Dus ja, en nou bij Devachan. Oei, dat is wel een hele stap moeilijker. Want dan hebben we het over wakker zijn in een veel spirituelere toestand. En het kan natuurlijk wel. Maar dan moet je bij wijze van spreken toch wel op een heel ver ontwikkeld menselijk niveau zijn, hoor. Ik kan niet precies zeggen welk. Maar om op dat gebied wakker te kunnen, acties te kunnen plegen, dat is echt nog wel een stap voor mij of voor in de verre toekomst. Maar het kan, zeker, kun je lucide situaties noemen. Dacht er wel, ja. Oké, dankjewel. Waarom vergeten we eigenlijk het derde panoramisch visioen als we weer geboren worden? Ja, precies. En ook het tweede en ook het eerste. Ja, het punt is, u vergeet het niet u vergeet het als gebeurtenis, maar eigenlijk neemt u er alles van mee, want het is ingeworteld in wat ik al zei, van in uw eigen geweten nu en in uw inzichten, in uw ethische instincten, als ik het zo zeggen mag, als ik een beetje begrijpelijk ben, hè, wat u automatisch denkt van nee, dat is niet goed. En ook in die spirituele wil. En dus u neemt het eigenlijk allemaal mee. Alleen, ja, het is niet zo dat u de gebeurtenissen op zich kan herinneren. Tegelijkertijd is het wel toch de start waarmee u het leven ingaat en waarmee u uw leven gaat sturen. Dus gelukkig neemt u het in zekere zin ook weer wel mee.
Ja. Oké. En dan nog een vraag van, hoe kan het dat mensen elkaar in een volgende incarnatie weer ontmoeten, waar het Devachan zo verschillend is in lengte? Oké, okay. Ja. Ja, ook weer, ja, ook weer allemaal goede vragen. Is, ja, er is, dit is ook niet zo'n eenvoudige vraag, maar dit is het antwoord vind ik niet zo heel eenvoudig. Ik weet wel dat de peruker, die als het ware heel veel extra informatie geeft over dit soort dingen, wel eens zegt dat er toch een hele, voor ons mensen, bijna onvoorstelbare afstemming is op het spirituele gebied van alle cyclussen van alle wezens. Een afstemming van cyclussen van wezens. En dat is echt heel diepgaand. Dat gaat voor, dat heeft te maken met de fundamentele werkingen van de kosmos, die zo harmonisch zijn dat die afstemming plaatsvindt. En ja, dat betekent onder andere dat als wij heel sterke band hebben met iemand, dat dat in vrij snel, in bijvoorbeeld de eerstvolgende of misschien de tweede hierna of de derde incarnatie, dat we iemand al zien. Maar voortdurend is er, je zou kunnen zeggen, al een afstemming gaande waardoor ervoor gezorgd wordt dat dat gerealiseerd gaat worden. Ik kan het niet veel helderder zeggen dan zo. Ja. En, dus het gaat wel degelijk gebeuren. Ja. Betekent misschien wel dat iemand die een kort devachan heeft, omdat hij bijvoorbeeld stierf als 20-jarige, een tussenleven heeft. En in een leven daarna weer die andere ontmoeten. Maar dit is maar een van de vele mogelijkheden. Ja. Oké, okay, dankjewel, ja. Henk. Dat was het. Dat waren de vragen. Ja. Gaan we naar deel 3? En dat is in feite het deel wat we